René en vandaag mag ik meelopen met een klantcontactmedewerker. Ik ga uitzoeken voor Young Capital hoe leuk dat is. Hi. Hoi. Ik ben René. Ik ben Joris. Wat fijn dat ik langs ben gekomen. Tuurlijk, leuk dat je er bent. Ja, want waar zijn we precies? We zijn nu bij een zorgverzekeraar. Oké. Okay. Zal ik het even laten zien? Loop je even mee? Dat lijkt me een goed idee. Want jij werkt dus als klantcontactmedewerker? Klopt, ja. Wat houdt dat in? Nou, wat wij doen is mensen komen bij ons binnen met vragen. En aan de telefoon helpen ze ermee. Zijn vragen over vergoedingen bijvoorbeeld. Bepaalde rekeningen die binnenkomen. En wat ik me dan heel erg afvraag, hè, zijn dat dan leuke telefoontjes vaak of een beetje vervelende telefoontjes? Er komt van alles en wat binnen. Maar het leuke is wel dat je uiteindelijk mensen helpt. En dat vind ik persoonlijk heel erg leuk eraan. Want dit zijn al jouw collega's? In ieder geval een deel van mijn collega's. Mensen worden namelijk ingeroosterd. En het is niet per se zo dat iedereen er altijd is. Dat ja. Dus laten we maar meteen gaan beginnen. Oh, nou, dat gaat niet zomaar. Je moet eerst een opleiding doen. En daarnaast moet je ook een WFT-certificaat halen. Ik ben niet geschikt. Nog niet in ieder geval. Maar het voordeel is Young Capital. Die wil graag dat mensen goed opgeleid zijn. Dus die WFT, die krijg jij vergoed. Maar wat is een WFT-diploma dan? WFT staat voor Wet Financieel Toezicht. En dat is een certificaat die je moet halen als je omgaat met financiële producten. En daarnaast is het ook heel handig om gewoon een goede training te hebben voordat je hier aan de slag gaat. Zeker als ik straks ga bellen, want wat zijn bepaalde soort situaties waar ik me zo meteen in ga bevinden? Nou, er zijn een paar dingen waar je vast rekening mee kan houden. Een paar termen, zoals eigen risico, ja. Wordt vaak gevraagd. Premie is een belangrijk onderdeel. En denk ook aan een aantal vergoedingen waar mensen vaak over bellen. Bijvoorbeeld tandheelkunde, fysiotherapie. Oh, niet zo snel. Oké, dan ga ik nog even de studieboeken in. En dan kom jij me zo halen? Kom ik je halen. Eigen risico, premie, tandheelkunde. Eigen risico? Wat zijn uw gegevens? Dan kan ik u helpen. Ja? Ik was net even op de werkvloer, daar zag je natuurlijk al je collega's. Maar hoe is die sfeer onderling? Ja, die sfeer is echt top. Je merkt het al nadat je uit de training komt. Je bent natuurlijk nieuw, je weet niet alles. En je merkt dat mensen je oprecht willen helpen op de werkvloer zelf. Je gaat samen lunchen, op een gegeven moment ga je samen borrelen, uitstapjes doen. Dus het is echt heel leuk. Zijn echt je vrienden op een gegeven moment? Op een gegeven moment wel, ja. Ik heb net meegelopen op de afdeling als klantcontactmedewerker. Nou, wat ik er in ieder geval leuk aan vond, is dat het positief is. Je hebt leuke collega's, doorgroeimogelijkheden, het staat goed op je cv. En je leert ook je communicatieve skills nog meer te ontwikkelen. Wil je nou ook zo'n toffe bijbaan? Young Capital heeft klantenservicebanen in heel Nederland. Wil je er meer over weten? Klik dan even op deze button.